Er was veel interesse bij de inloopavond van Rijkswaterstaat over de stand van zaken rondom de verbreding van de A27. Men weet inmiddels dat er nieuwe bruggen worden toegepast in de verbreding, maar hoe komt dat er nu allemaal uit te zien? Dat kon men bekijken in Fort Altena. Ja, wat mensen hier kunnen zien zijn de plannen die wij gemaakt hebben voor de wegverbreding. En heel belangrijk is daarbij dat we nieuwe bruggen gaan bouwen als onderdeel van die wegverbreding. Dat zat in het conceptplan zat dat nog niet. En inmiddels hebben we dat toegevoegd. En de mensen leggen we dat hier uit vandaag, kunnen ze vragen over stellen. Dus ze zien hier op tafel tekeningen liggen van wat het gaat worden? Ja, we hebben hier tekeningen liggen van het hele traject. Een enorm lang traject van knooppunt Hooipolder tot Houten. Dus mensen kunnen vragen stellen over het hele traject. Daar kunnen ze ook zien hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Waar de weg komt te liggen, waar de bruggen komen te liggen. En we hebben, dat werkt ook heel erg goed, digiborden, digitafels, waar we mensen zeg maar nog meer kunnen inzoomen op details. Bijvoorbeeld om te kijken van waar precies de aankoopgrenzen komen te liggen. Nu zijn de mensen hier waarschijnlijk heel erg geïnteresseerd wat vooral het traject tussen de Merwedebrug en de Keizersveersebrug gaat doen. Wat gaat daar allemaal veranderen? Ja, daar gaat veel veranderen. Laat ik beginnen bij de Merwedebrug. Naast de bestaande Merwedebrug gaan we een nieuwe brug bouwen. Daar zijn we best wel een tijdje mee bezig. En ongeveer een jaar of drie bouwen we daar wel aan. Vervolgens kan daar het verkeer op, zodat we ook zorgen dat het verkeer blijft doorstromen tijdens de bouwwerkzaamheden. Dat is belangrijk, dat wil je ook. Hè? Er is al heel veel file. En we willen eigenlijk voorkomen dat er nog veel meer file ontstaat tijdens de bouw. Daarna slopen we de bestaande brug en gaan we op diezelfde plek een tweede nieuwe brug bouwen. En daarna hebben we de eindsituatie gerealiseerd en wordt het verkeer zeg maar, verdeeld over de twee nieuwe bruggen. Als je dan naar Werkendam toe gaat, richting het zuiden, daar komt de afrit de Tol die gaat aangepast worden. De bestaande afrit die wordt iets verplaatst richting de brug. Er komt een nieuwe aansluiting. Aan de oostkant is dat. En aan de westkant wordt de aansluiting iets verruimd. Zodat er veiliger zeg maar, gebruik van de afrit gemaakt kan worden. Nou, dan gaan we nog verder naar het zuiden toe. Komen we bij Nieuwendijk. Daar vindt in dit tussenliggende traject gewoon een wegverbreding plaats. Er worden extra rijstroken aangelegd. Spitsstroken zijn dat vooral. En bij de aansluiting Nieuwendijk, daar vinden nog wat aanpassingen ook plaats. En dan kom je bij Hank. Daar gaan we de aansluiting echt behoorlijk aanpassen. Omdat bij de Keizersveerbrug, dan ben ik nog wat zuidelijker, de bestaande afrit komt te vervallen. Die bestaande afrit die wordt verplaatst richting het noorden. Als we kijken naar Hooipolder, daar gaat ook het een en ander veranderen? Ja. Knooppunt Hooipolder gaan we ook veel aanpassen. Daar wordt straks de doorstroming ook echt substantieel beter. We gaan een nieuwe verbindingsboog maken van zeg maar de richting Made van de A59. Aansluitend op de A27 naar Utrecht toe. Dus daar kunnen mensen straks verkeerslichtvrij van de A59 naar de A27. En dat door die verbindingsboog ontstaat er extra ruimte op het knooppunt en die extra ruimte gaan we ook benutten zeg maar, om daar extra rijstroken aan te leggen, zodat het doorgaande verkeer ook beter kan doorstromen. Wanneer gaan deze werkzaamheden starten? Ja, de werkzaamheden die starten in 2022 en wij zijn nu heel druk bezig met de voorbereidingen. Nou, deze informatieavond is daar een onderdeel van. Een onderdeel van het hele plantraject. Binnenkort wordt het tracébesluit vastgesteld. En daar kunnen mensen dan bezwaar op indienen. We hopen dat ze dat uiteraard niet doen. Maar die mogelijkheid is er wel. En tegelijkertijd zijn wij bezig met de, zoals wij dat noemen, de contractvoorbereiding. We willen straks een aannemer hebben die voor ons het werk gaat doen. Nou, dat is ook een langlopend traject en daar zijn we mee bezig. En dan hopen we in 2022 uiterlijk te kunnen starten. En tijdens de werkzaamheden blijft de weg dan gewoon open? Ja, de intentie is om de weg tijdens de uitvoering open te houden. Neem niet weg dat er altijd weekenden zullen zijn of korte periodes dat de weg afgesloten zal zijn om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Maar tijdens de lange looptijd van het werk is de weg open. Wel met versmalde rijstroken, dus er zal hinder ontstaan. Dat is ook gewoon niet te voorkomen bij een project van deze omvang. Maar ja, we gaan er wel alles aan doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. En wanneer moet het dan klaar zijn?
Ja, de bouwtijd is behoorlijk lang en dat heeft te maken met die twee bruggen die we bouwen, die we na elkaar moeten bouwen. Uiteindelijk zou het tussen 2027 en 2029 helemaal klaar moeten zijn. En dan staan we minder of helemaal niet meer in de file? Nou, staan we in ieder geval minder in de file. Voor wie deze informatieavond gemist heeft, is er nog eentje op 6 juni in Zalencentrum Boelaars, Keizersdijk 48, te Raamsdonksveer.